Rob, hoe manage je en een vol hotel en het TT-festival? Een uitdaging, Tamara. Een vol hotel betekent een vol terras. En daarna een vol terras afbreken en vervolgens opbouwen voor het festival. Jeroen, Brink, Brinkstraat, Doevenkamp. Wat is nou het leukste plein om te organiseren? Ze hebben allemaal een charme. Maar Doevenkamp, waar we nu staan, is toch wel het leukste. 8000 mensen die volledig uit het dak gaan, die dynamiek, dat is echt fantastisch. Rob, wat doe je nou zelf tijdens zo'n TT-nacht? Genieten. En dat doe ik onder andere hier vanaf het dak. En dan kijk je mooi naar beneden en dan zie je die deinende massa genieten van de avond. Dan heb ik een fantastische avond. Jij barst natuurlijk van de anekdotes. Wat is de leukste? De leukste was hier eigenlijk, op het plein van Radio NL. TT-festival was al klaar. Wij van de hele productie waren al gezellig een biertje aan het doen. En we waren vergeten te zeggen dat de DJ dat het klaar was. Dus stond in zijn eentje nog voor een heel leeg plein te draaien. Heren, wordt 2021 een knalfeest? Ja, natuurlijk. We maken er een geweldig feest van. 100%.